De wedstrijd begint aardig met na 1 minuut een voorzet van Van Ankeren. Krinčević staat helemaal alleen, maar kopt naast. Na 11 minuten een hoekschop van Harold Meijsen. Yves Vijs bijna verrast. Cercle speelt goed mee. Na 12 minuten Wim Kooijman, die mag oprukken en schieten, niet zo ver naast. Na 20 minuten een hoekschop van Monteanu. Jeffrey Klaes met een goede kopbal en 1-0. Doelman de Schrijver niet goed uit zijn doel. Jeffrey Klaes niet goed gedekt, maar wel goed gekopt. Cercle op voorsprong. Aals drukt nadien zijn stempel wat meer op de match. Krinčević tot bij Gilles De Bilde. Een mooi hakje. Kamerman dan met de hand. En strafschop, zegt scheidsrechter Hus. In herhaling moeilijk uit te maken of het hands is. Wel een mooi nummertje van Gilles De Bilde. De Bilde heeft het meeste belang bij deze wedstrijd. Neemt zelf de strafschop en 1-1. Niet echt goed getrapt, maar wel zijn 21ste van het seizoen. Na 8 minuten in de tweede helft komt Wim Kooijman weer eens opzetten. Een keihard schot, maar over. Cercle valt het meest aan. Lauwers met de voorzet. Monteanu in 1 keer. De Schrijver tikt hem over de lat. Bij Aals blijkt de frisheid wat weg, maar de klasse blijft natuurlijk. Krinčević tot bij De Bilde. Een mooi nummertje. Vijs op de paal. Cercle zorgt voor het meeste gevaar. Een vrijschop van Monteanu. Jeffrey Klaes is daar weer met de kopbal. Van der Hoorn op de lijn. Daarbij blijft het. Na een half uur noteren we nog de vervanging van Gouden Schoen Gilles De Bilde. 21 goals, tweede in de topschutterslijst. En in de slotfase nog de applausvervanging van Dorinel Monteanu. Een schitterende voetballer die het Belgische voetbal verlaat. Cercle Aalst 1-1. Ja, niet De Bilde, maar dus Aurelio Vitmar is topschutter geworden. Beelden nu van RWDM Serijn. De... Leo Jeannet! Voilà, zeg je. Ja, ik toch één. Quelle était la question? Que c'est un club un peu particulier quand même à l'instant. Voilà, oui, oui, oui. C'est un club très particulier parce qu'il y avait toujours une bonne ambiance. Surtout quand les résultats étaient bons. Mais c'est un club un peu spécial. On a de bons supporters. Les dirigeants sont aussi un peu spéciaux. J'ai joué 2 ans ici. Je suis fier que j'ai joué ici.